Thank you.
Namens de stichting 4 en 5 Comité Amsterdam Zuidoost heet ik u welkom bij de jaarlijkse herdenking van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. We staan bijeen rond het monument dat door de eigen inspanning van bewoners tot stand is gekomen. We herdenken alle slachtoffers die in het Koninkrijk der Nederlanden, inclusief de overzeese gebieden, of waar ook ter wereld, zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, of in oorlogssituaties daarna en bij vredesoperaties. Allereerst begroeten wij hier de overlevenden van oorlogsgeweld en de nabestaanden van oorlogsslachtoffers. Voor u en voor ons allen is deze bijeenkomst een moment van gezamenlijke rouw. Wij verwelkomen u allen en in het bijzonder de bewoners van het stadsdeel Zuidoost en de vertegenwoordigers van de bestuurscommissie. Verder een speciaal welkom voor de kinderen van basisscholen Samenspel en de Lotusschool. Het thema van deze herdenking is vrijheid omarmd. Dan is nu het woord aan de voorzitter van het 4 en 5 mei Comité Amsterdam Zuidoost, Janneke Roos. Goedenavond, dames en heren, meisjes en jongens. Herdenken heeft te maken met verleden, heden en toekomst. En zoals mevrouw Convalius net al zei, staan we vandaag stil bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en van het oorlogsgeweld sindsdien. Deze slachtoffers hadden geen greep op wat er om hen heen gebeurde en hun werd de keuze ontnomen hoe ze hun leven in wilden leiden. Evenals in de Tweede Wereldoorlog hebben we vandaag te maken met brede en autoritaire groeperingen die zich schuldig maken aan aanslagen, martelingen, slavernij en massamoord. En ook met personen die een eigen plaats in de wereld zijn verloren, die niet langer beschermd worden door de wet en die ontdaan zijn van al hun rechten. Daarom is het zinvol weer in het heden te halen wat vroeger gebeurd is. Maar dan wel op zo'n manier dat het een plaats krijgt in ons leven nu. Dat we ervan leren. En dat we zorgen dat wreedheden en vrijheidsberoving die bij oorlog horen nooit meer plaatsvinden. Niet hier, niet in andere delen van de wereld. Onze collectieve herinnering door verhalen, geschiedenislessen op school, de vele boeken die geschreven zijn en films die er gemaakt zijn, verbindt ons qua identiteit. Ook al hebben de meesten van ons de Tweede Wereld niet meegemaakt. Vanuit deze herinnering zullen we samen steeds opnieuw moeten nadenken over de wijze waarop vrijheid zo goed mogelijk beschermd is. Elk jaar weer, elke dag weer. Het behoud van onze vrijheid ligt in het afwijzen van haat en in een rotsvaste toewijding aan de inclusieve principes van onze democratische rechtsstaat. Als vrijheid op de proef wordt gesteld, moeten we haar nog steviger omarmen. Maar dat is niet altijd even makkelijk. Laten we ervoor kiezen te geloven in een vrije wereld en onze geest, harten en armen openen voor slachtoffers van oorlogsgeweld die alles verloren hebben aan onze deur kloppen en op deze wijze helpen vrijheid door te geven. Dank u. Is nu het woord aan Wouter Neuhaus van de Indo-African Foundation.
Goedenavond, dames en heren. Ik sta hier voor u omdat ik u graag het verhaal van mijn opa wil vertellen. Bij het graf van mijn opa's broer in Birma heb ik deze opdracht gekregen. Mijn opa is 94 en fysiek gezien niet meer in de gelegenheid om zijn verhaal verder te vertellen. Als kleinzoon neem ik deze taak graag over. Het is belangrijk dat men weet wat er in Zuidoost-Azië zich heeft afgespeeld. Wie ben ik? Ik ben Wouter Nooyhuis, een Nederlandse jongen met Indo-Afrikaanse roots. 30 jaar oud en geboren in Amsterdam. Trotse papa van Deja, 4 maanden oud en echtgenoot van Jade. Mijn moeder is geboren in Indonesië en mijn vader hier in Nederland. Mijn opa en oma zijn geboren in Indonesië, maar hun grootouders komen van Ghana. Tussen 1831 en 1872 wierf Nederland ongeveer 3000 mannen in West-Afrika, grotendeels uit het gebied van het huidige Ghana en Burkina Faso, voor de militaire dienst in Nederlands-Indië. Wij zijn de afstammelingen van deze Afrikaanse soldaten die in Nederlands-Indië de Blanda Itam of Zwarte Hollanders werden genoemd. In 2013 ben ik samen met mijn opa, oma en mijn tante naar Thailand en Birma gereisd om daar een belangrijk deel van het levensverhaal van mijn opa te zien, te voelen en te horen. Met als hoogtepunt de lang gekoesterde wens van mijn opa in vervulling te zien gaan, het bezoek aan het graf van zijn broer, mijn oud-oom Jan. Om zijn verhaal goed te begrijpen, moet u weten dat de Tweede Wereldoorlog zich niet alleen in Nederland en Europa heeft afgespeeld, maar ook in Zuidoost-Azië, waar de Japanners een grote rol speelden. Zij wilden heersen in allerlei Aziatische landen, want ze wilden een groot Japans keizerrijk stichten. Indonesië was door de Japanners bezet en zo kwam het dat mijn opa, na de capitulatie van Nederlands-Indië op 6 maart 1942, krijgsgevangen werd en hij te werk werd gesteld in Birma en Thailand. Toen ik aan deze reis begon, had ik geen idee wat mij te wachten stond. Wat ga ik zien? Wat kom ik te weten? En wat voor emoties brengt het met zich mee? Nu ik dit zo vertel en weer terugdenk aan de reis en het verhaal van mijn opa, heb ik het er toch wel zwaar mee. Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in mijn afkomst en heb met mijn opa veel gepraat. Toch werd er, zoals in de meeste Indische families, veel gezwegen. Deze reis heeft mijn oog geopend na het zien van de duizenden kruisen op de verschillende erevelden en heeft mij de ontbrekende puzzelstukjes gegeven. Als 19-jarige jongen is mijn opa samen met zijn twee broers Jan en Jozef krijgsgevangen geworden van de Japanners. In opdracht van de Japanse overheersers werd de spoorverbinding tussen Thailand en Birma door 225.000 dwangarbeiders en krijgsgevangenen aangelegd, waar mijn opa en zijn broers ook aan mee moesten werken. Dit was een spoorverbinding van 415 kilometer lang, die niet volgens plan in 4 jaar tijd klaar moest zijn, maar in 1 jaar werd afgerond. Elke biel stelt ook 1 dode gevangene. Deze spoorverbinding werd ook wel de dode spoorweg genoemd. De naam zegt het al. Ongeveer 100.000 dwangarbeiders hebben dit niet overleefd. Waaronder ruim 3.000 Nederlandse krijgsgevangenen en mijn opa's broer, Jan Kordes, was een van hen. Mijn opa heeft zittend op de grens van Thailand en Birma zijn verhaal verteld. Met het vertellen van dit belangrijk deel van zijn levensverhaal kwam ook de pijn en het verdriet mee. Onvoorstelbaar, de eenzaamheid, het verdriet, de angst en wanhoop die hij als 19-jarige jongen gevoeld moet hebben. Ondanks dat ik als derde generatie nog nooit een oorlog heb meegemaakt, raakt zijn verhaal mij diep. Ik moet er niet aan denken. Het meemaken van een oorlog als krijgsgevangene, het werken aan de dodenspoorweg, het verliezen van vrienden en nog het ergste, het verliezen van 2 broers. In het boek Werkers aan de Burma Spoorweg van H.L. Levelaar en E. van Witsen is een stuk geschreven over mijn opa's broer. Ik zal een stukje voorlezen, zodat u zich in kunt beelden hoe het er daaraan toe ging, vanuit Japans perspectief. Van 28 december tot 31 december 1944
zijn vier krijgsgevangenen mishandeld, naar aanleiding van een poging tot diefstal van suiker. De mishandeling bestond uit het vastbinden aan bomen, slaan met vuisten en stokken, bespuwen en het aanbrengen van elektrische stroom naar verschillende lichaamsdelen, onder andere de penis. Gevolg van deze mishandeling was de dood van corporaal J. Cordes, mijn opa's broer. Na voorlezing van schriftelijke getuigenverklaringen blijkt dat de algemene toestand dit mogelijk maakte, dat krijgsgevangenen werden mishandeld. Zieke technici mochten niet met ziekentransporten meegaan naar revalidatiekampen, zieken werden naar het werk gezonden en 50% was ziek. Medicijnen werden de krijgsgevangenen onthouden en Rode Kruispakketten werden geplunderd. Bij bombardementen door geallieerde vliegtuigen moesten de krijgsgevangenen op open terrein blijven, een ander dekking zoeken bij een benzineopslagplaats. Ik zal u de beweegredenen van mijn opa's broer vertellen. Mijn opa's broer ontsnapte uit de kampen om inderdaad op zoek te gaan naar voedsel, kleding en medicatie. Dit was namelijk niet beschikbaar. De Japanners gaven aan dat er genoeg voedsel was. Rijst, groenten en vlees. Echter mochten de krijgsgevangenen blij zijn als zij een bordje rijst hadden. Na jarenlang in gevangenschap geleefd te hebben, bleef alleen een lendendoek over als lichaamsbedekking. De rest was kapot of afgenomen. Mijn opa was ziekenverzorger, of zoals hij het noemt, lijkenpikker. Veel gevangenen zijn omgekomen door dysenterie, een zware vorm van diarree, die gekenmerkt wordt door de aanwezigheid van bloed in de ontlasting. Medicatie en goede verpleging waren er niet. Het enige wat zij hadden waren handen en voeten. In een museum in Thailand kwam ik een document tegen waarop stond dat Jan Cordes op 31 december 1944 is overleden door een hartaanval. Hier is dus niets van waar. Mijn opa's broer is doodgemarteld en door de Japanners levend begraven. Mijn opa heeft zijn beide broers nooit meer gezien. Zijn broer Jan is omgekomen in Burma bij het werken aan de spoorlijn. Zijn broer Jozef is gesneuveld na de Tweede Wereldoorlog in het voormalig Nederlands-Indië tijdens de Indonesische vrijheidsstrijd. Mijn opa is pas bevrijd op 15 augustus 1945 na de atoombom op Hiroshima. De vrijheidsstrijd in Indonesië heeft geleid tot de onafhankelijkheid van Indonesië en omdat mijn opa de Nederlandse nationaliteit had en in het KNIL, Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, had gezeten, moest hij kiezen. Of hij blijft in Indonesië en neemt de Indonesische nationaliteit aan, of hij vertrekt. Dit was kiezen uit twee kwaden. Als KNIL-militair met de Nederlandse nationaliteit stond je natuurlijk aan de verkeerde kant. Je was de vijand van de Indonesiërs die streefden naar een vrij en onafhankelijk Indonesië. Zo kunnen mijn opa en oma en hun kinderen, waaronder mijn moeder, ook gezien worden als vluchtelingen. Naar Nederland gaan was niet de beste optie, maar blijven in Indonesië ook niet. Toch zijn mijn opa en oma met drie kinderen, waaronder mijn moeder, in 1954 naar Nederland vertrokken. Graag deel ik tot slot mijn opa's wens. Ik hoop en bid dat mijn kinderen en kleinkinderen nooit een oorlog mee zullen maken. Een oorlog kent alleen maar verliezers, geen winnaars. Wij luisteren nu naar een muzikale bijdrage van Young Released. Bashana. Shana, Bashana.
בשנה הבאה. Als voorzitter van de bestuurscommissie van stadsdeel Amsterdam-Zuidoost spreekt nu mevrouw Muriel Dalgriesch. Dames en heren, jongens en meisjes. De betekenis van 4 en 5 mei liggen dicht bij elkaar. Oorlog, strijd, vrede en vrijheid. De scheidslijn daartussen is vaak dun. Vandaag herdenken we, morgen staan we stil bij onze vrijheid. Een vrijheid waar we in Nederland al lange tijd in leven. We omarmen die, we koesteren die, dagelijks weer, maar dat is niet vanzelfsprekend, helaas. Want dagelijks worden we geconfronteerd met oorlogssituaties. Terreur, aanslagen en de gevolgen daarvan. Op het oog ver van ons bed, maar vaak tastbaar dichtbij. Kijk maar om ons heen, naar de vluchtelingenstroom, vooral vanuit Syrië. Ruim 1000 vluchtelingen zijn in ons stadsdeel opgevangen. Hun verhalen zijn vaak hartverscheurend. Dan dringt de volle omvang van oorlogsleed weer tot ons door. Dat is hier en dat is nu. Oorlogen zitten ook in de herinneringen van velen van ons. Vooral onder ouderen komen de herinneringen vaak weer naar boven. Dat merk ik regelmatig als ik op bezoek ben bij die ouderen, bijvoorbeeld als mensen zeg maar 60 jaar getrouwd zijn. Ze hebben vaak de ontberingen van de Tweede Oorlog meegemaakt. Thuis, in een concentratiekamp, jappenkamp of in de arbeidsinzet. En praten er nu, meer dan 70 jaar later, open over. Ik ben daardoor geraakt. De ontberingen, de vernederingen, maar ook de moed en de vitaliteit waarmee deze mensen nu nog in het leven staan. Ze zijn er nog. Ze kunnen nog navertellen, hoe naar vaak ook. Dat kan niet iedereen zeggen. Velen lieten het leven. Toen, tijdens de Tweede Wereldoorlog in toenmalig Nederlands-Indië, of later in andere oorlogssituaties of bij vredesmissies. Dan denk ik ook aan de inzet van inwoners uit andere overzeese gebieden, de Nederlandse Antillen en uit Suriname. Ook daar is gestreden voor vrijheid. Al die vrijheidsstrijders zijn nog steeds aansprekende voorbeelden, helden voor ons allen. Daarom, dames en heren, jongens en meisjes, zijn we vandaag bij elkaar om hen te herdenken die zijn omgekomen, die vaak hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid, die moed hebben getoond, die een voorbeeld zijn voor velen en wiens verhalen moeten worden verteld. Het zijn verhalen om naar te luisteren, om te delen, om dicht bij elkaar te staan, elkaar te omarmen, kortom, om stil te staan bij wat om ons heen gebeurt, de oorlogen, maar ook terreuraanslagen. Daar kunnen en mogen we onze ogen niet voor sluiten. Ook niet vanuit ons relatieve veiligheid en vrijheid. Laten we ook bij zijn bij hen die hun partner, familie, vrienden, kennissen of collega's hebben verloren in oorlogsgeweld. In gedachten, maar ook in gedrag. Laten we hen troosten door er te zijn, door te luisteren. Het kan hen kracht geven om verder te gaan, ondanks het verdriet, ondanks de levenslange littekens. De moed van hen die hun leven gaven voor onze vrijheid is een voorbeeld voor ons allen. Het drukt ons met de neus op de feiten.
dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Laten we dat alsjeblieft nooit vergeten. Laten we de strijd voor vrijheid die hier uitspreekt omarmen. We gaan luisteren naar de voordracht van leerlingen van de school Samenspel. Ze hebben gedichten geschreven onder leiding van hun juf Henna Goudzand Nahar van de stichting De Schoolschrijver. De leerlingen van groep 6 hebben hun gedichten opgedragen aan Anton de Kom. In Amsterdam Zuidoost staat er een standbeeld van Anton de Kom. Het inspireert, want het geeft hoop. Ik ben verdrietig over de dood van Anton de Kom. Ik ben verdrietig over de dood van Anton de Kom. Ik wil mensen steunen die hulp nodig hebben. Ik wil de wereld verbeteren. Ik wil de wereld verbeteren. Om vrede te krijgen voor mensen die leven in oorlog. Dat iedereen vrienden met elkaar wordt. Dat er vrede komt in alle landen. Anton de Kom. In Amsterdam Zuidoost staat het standbeeld van Anton de Kom. Mooi dat het hier staat. Ik ben trots als ik aan Anton de Kom denk. Ik ben trots als ik aan Anton de Kom denk. Ik wil een deurval zijn voor anderen. Ik wil mensen helpen in arme landen. Ik wil mensen helpen in arme landen. Iedereen moet aardig zijn tegen elkaar. Ik zal nooit verschil maken om iemands geloof.
Wij gaan nu over tot het leggen van de bloemstukken. Als eerste wil ik uitnodigen de Joodse gemeenschap Amsterdam Zuidoost, Westerbork, oorlogsgetroffenen van Wereldoorlog 2. Uit Stichting Netwerk Vergeet Mij Niet, Surinaamse Vrouwen bij Elmermeer, oorlogsgetroffenen Suriname. Stichting Nusantara Amsterdam, oorlogsgetroffenen Nederlands-Indië. Oorlogsgetroffenen Indo-Afrikaanse gemeenschap. Amsterdam Zuidoost. Links.
bestuur Amsterdam-Zuidoost, Partij van de Arbeid. Amsterdam. De fractie Ivan Leeuwin. Stuur Onafhankelijke Partij Zuidoost. Nodig uit D66 Amsterdam Zuidoost. Uit de fractie en bestuur van de VVD Amsterdam Zuidoost. Mag ik de bewonerscommissie De Drecht uitnodigen? Basisschool De Lotus. Uit de vertegenwoordigers van de homo's, lesbiennes, transgenders Zuidoost. De Ouderenadviesraad Zuidoost.
boxteam, ABC, buurtambassadeurs. Gehandicapten Zuidoost. Van het Bijlmer Parktheater. Comité 4 en 5 mei, Amsterdam, Zuidoost, dank ik de sprekers, deelnemende organisaties en groepen, de vrijwilligers en alle andere aanwezigen. Dank u wel.